Ik had stress hoor in het begin. Ik moet zeggen, op voorhand behoorlijk wat stress. Zomaar een man spelen is eigenlijk niet zo eenvoudig. Je dacht, oh joepie, als ik het las. Maar dan ineens werd dat concreet en dacht ik, oh nee, maar ik moet helemaal Axel Dazen even voelen in mijn lijf. Ik moet zo gaan staan, ik moet zo gaan lopen, zo gaan kijken, zo gaan doen. Dat is even zoeken geweest. Maar ja, ook even wakker liggen zo s'avonds. Van shit, morgen ben ik bijna eerste schooldag effect. Maar fijn. Heel goed. Ik merkte wel snel aan mensen een reactie dat het wel werkte. We zijn er al volledig in aan het gooien. Het is leuk. Ja, ik had het een beetje onderschat. Allee, ik had gedacht van mezelf dat ik mannelijk genoeg was. Om me daar geen zorgen over te maken, om gewoon te doen en dan is het oké. Maar het is blijkbaar wel zo dat ik af en toe veel te vrouwelijk doe. Zeker met mijn handen of met... Ja, dat doe ik zo niet, hè. Dat is geen Louis die zo doet. Dus, ja, we moeten bijna een aap worden, zeg maar. Het is toch een serieuze zoektocht geweest. En de tweede draaidag had ik ineens stijve spieren in mijn schouders, omdat ik eigenlijk wel een beetje anders loop, een beetje macho loop. Maar de derde dag was zo een actie, huk, een kwasser. Dus nu zit het al volledig in mijn lichaam. Bij actie. Sta ik een beetje anders dan anders en loop ik ook helemaal anders. En de rest volgt vanzelf. Het gaat heel fijn. Het is een toffe crew, toffe cast. Het is echt fijn werk. Dus het is lachen. Het is echt lachen. Nu ben ik me echt aan het focussen op Axel Dazenleijer die dan Louis speelt. Ik word eigenlijk Axel Dazenleijer in mijn lijf. Dus daar moest ik mij op inspireren. En ik kende Axel wel, dus dat is goed. Dat is goed meegenomen. Ik weet hoe dat hij stapt. Dat hij kijkt en lacht en guitig blijft en schattig is, maar toch super macho. En dat is mijn inspiratiebron. En dat is ook lachen, want elke keer voor een teken kijk ik naar een foto van Axel dat dan ook in het decor staat. Oké, maat. Oké, we gaan ervoor. En dat is, het is lollig. Het is echt spelen. Ik denk dat Louise in dat opzicht wel anders zal zijn dan Sarah. Louise is ook een sprookje en een bijna uit de lucht gegrepen verhaal. Het is een fabeltje, maar het zal en geloofwaardig en lachen zijn. Dat proberen we echt te bereiken. Dat we erin kunnen leven, maar dat het ook gigantisch grappig is. En dat is zo'n soort... Het is moeilijk, het is niet simpel. En daarnaast heeft het ook nog een lijn van... die de mannelijke en vrouwelijke kwesties in de wereld even aanraken. Hè. Allee, een grote hoop clichés bij elkaar. En dat zorgt dan wel voor de humor. Maar toch zit er dan onderuit toch die boodschap van... Hé, we zijn allemaal of man of vrouw, maar waar zit het verschil nu eigenlijk? Dat raken we ook in elke scène. En dat vind ik eigenlijk wel...